Martijn Koning. Hallo, hele goedemiddag. Ik moet eventjes iets uit mijn oor. De trommelvliezen zijn redelijk beschadigd geraakt net. Vandaag wil ik het heel graag hebben over verbazing. Want ik heb mezelf deze week kapot verbaasd. Het begon allemaal begin deze week toen bleek dat mijn computer gehackt was. Ik heb hier hele grote ruzie over gehad met mijn vriendin. Hackers hadden ingebroken op mijn computer en allemaal pornofilmpjes erop gezet. Waarbij alle hoofden van de pornoactrices waren vervangen door het hoofd van de zus van mijn vriendin. En van haar moeder. Vreselijk. Ik was heel erg verbaasd dat zoiets kon. Diezelfde middag werd Feyenoord kampioen. Nou, wie had dat verwacht? Het was een gigantisch feest in Rotterdam. En logisch natuurlijk, want je maakt ergens een groot feest van als je weet dat je minstens 130 jaar weer moet wachten voor het weer een keer gebeurt. Ook was ik verbaasd toen ik las dat onze koning Willem-Alexander al 21 jaar twee keer per week of twee keer per maand passagiers vervoert voor KLM. En ik wist wel dat hij vloog, maar echt als werk, dat wist ik niet. Ik dacht meteen, WTKF, wat de koninklijke vak, bij de baard van Van der Steur, dacht ik. En komt die riante uitkering nu niet in gevaar? Nu blijkt dat hij stiekem werkt. En kan iemand het uitzoeken? En vliegen is zijn favoriete hobby en hij zal zijn liefde voor het blauwe meisje nooit opgeven. Het blauwe meisje is een pilotenmetafoor voor luchtruimliefde. En heeft niets met wurgseks te maken. Echt serieus, onze koning is echt een koning. Het verbaasde mij ook dat deze week weer iemand is aangevallen door een hond. Een klein meisje van 6 dit keer. En het gebeurt steeds vaker de laatste tijd. Het lijkt erop of er een nieuw populair hondenras is. De zogenaamde kuthond. Ja, de kuthond. De kuthond is een kruising tussen een hond en iets kuts. En weet je wat het grappige is? De eigenaar van een kuthond is vaak een lul. Dus, nou, op zijn minst verbazingwekkend. Gewoon afschieten. En die honden ook. Wat mij deze week het meest verbaasde, waar mijn spreekwoordelijke bek van openviel, was het bericht dat de politietop in Amsterdam overweegt om het hoofddoekje onderdeel te laten worden van het politieuniform om zo meer allochtone agenten te werven. En ik ben hier tegen. Ik vind dat agenten in Nederland geen enkele vorm van religieuze overtuiging mogen uitstralen. Dus geen hoofddoekjes, geen keppeltjes, geen kruizen, geen jurken, geen peniskokers. Neutraal. Je mag van mij in elk sprookje geloven en alle kleding dragen die erbij hoort, maar niet als agent. He, dat je straks krijgt van, hey, is dat een tent die over de weg scheurt? Nee, het is een motoragent in een burka. Dat wil je toch niet? Het enige geloof dat een agent voor mij mag hebben is dat het vaak ongelofelijke assholes zijn. En wat mij nog meer verbaasde was dat de Amsterdamse politie zich laat adviseren door een zogenaamde directeur diversiteit voor €12.000 per maand. €12.000 per maand voor een simpele adviesrol bij de politie is misdadig veel geld. En de directeur diversiteit is een dame genaamd Fatima Elatik, een voormalig PvdA-politica van Amsterdam, die stopte nadat ze onder vuur kwam te liggen door ernstige financiële problemen rond het muziekcentrum, de huur van een luxe zeiljacht tijdens sale en de declaratie van een taxirit van €450 terwijl ze ook een dienstauto had. En nu werkt ze als directeur diversiteit voor €12.000 per maand en kon ze met het hoofddoekjesidee. Makkelijk verdiend, wat een bullshit. Want weet je hoe je meer allochtone agenten krijgt? Door gewoon alle agenten een hoger loon te betalen voor al het zware werk dat ze moeten doen. En weet je hoe je agenten een hoger loon kan betalen? Door bullshit-adviseurs niet €12.000 per maand te betalen. Zo simpel is het, maar dat zal niemand verbazen. Dank u wel.